pakt haar fietsen, heeft een flink stuk voor de boeg. Ze is klaar om te knallen, ook al is het nog best vroeg. Ze raast over het fietspad, wat een snelheid heeft die meid. Flinke dosis spierkracht, een beetje elektriciteit. En de zon komt op en de wind waait door haar haar. Over een uurtje heeft ze alle broodjes klaar. Ze heeft een missie en die neemt ze serieus. Haar assortiment, jouw bewuste keus. Dus neem je een broodje gezond omdat je op de kilo's let. Dan is het 's middags tijd voor feest met een broodje kroket. En als het nog geen pauze is en je zit vast in de klas, zie je al helemaal voor je waarmee haar reken jou verrast. Even nog een paar minuutjes volhouden. Je bent er bijna, de kantine wacht op jou. Je bent er bijna, en als de bel gaat ga je gauw. Je bent er bijna, het lichtpunt van de dag. Je bent er bijna, jammer dat je hier niet rennen mag. Maar er is altijd genoeg, altijd genoeg, waar je ook komt vroeg. Areke heeft zich vastgebeten, maar ze laat nu los. Dit is haar baby, haar toko en haar trots. Ze weet wat ze doet en ook al doet het haar dan pijn. Ze weet dat ze vanaf nu ergens anders mag zijn. En de uren tikken weg met de toekomst voor de deur. En een hoofd vol herinneringen, licht, geluid, geur. Even nog, heel even nog. Je bent erbij. Mozzarella met tomaat, een snicker want het wordt vandaag laat. Een zak snoep gewoon omdat het maakt. En een croissant met een lamp. Een sapje want we doen vandaag gezond. Een hapje van die appel in je mond.